Tineke, schoenmaker van Berrelhaus, zangeres van Berrelhaus. En wij zijn hier omdat we een nieuwe cd hebben. We zijn een Nederlandse bluesband. We zijn begonnen in 1974. Daar komt het op neer eigenlijk. Maar tussentijds hebben we wel een soort pauze gehad. Maar we spelen nu alweer 22 jaar aaneensluitend. Hele jaar door het hele land. En Duitsland een beetje, Zwitserland. Maar we zijn dus in 1974 hebben we onszelf opgericht. Ze noemen het blues en wij noemen het muziek. Maar het is toch wel muziek met veel eigen nummers, met veel eigen teksten. Tineke heeft zich meer dan ooit blootgegeven in haar intiemere leven. Ja, daar kan je om lachen, maar dat is echt zo. De blues is groot geworden met alle invloeden die er waren. En wij blijven invloeden gebruiken van country, van jazz, van popmuziek en... Dus we laten ons niet in een hoekje drukken van dat dit zo moet blues worden. Maar wij spelen muziek zoals we zelf geïnspireerd raken. Als je er goed naar luistert, dan... Kun je horen dat er wat relationele ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen 4, 5 jaar. Ja. Maar nou moet ik er wel bij zeggen dat eigenlijk altijd alle nummers een beetje daarover gaan. Dus misschien voor een buitenstaander niet zo heel duidelijk. Maar ik heb wel wat bewuster nu mijn persoonlijke belevenissen wat letterlijker erin verwerkt. Vroeger gaf ik er dan toch iets meer nog een twist aan die wat meer fantasie bevatte. En nu is het ietsje letterlijker. Maar er staat ook een nummer op. Dat zal ook voor heel veel mensen van onze leeftijd herkenbaar zijn. Iedereen heeft er wel een goede vriend verloren. En I Wish I Could Pray bijvoorbeeld, dat is een nummer wat daar over gaat. Over de wensen dat je toch maar getroost zou kunnen worden door iets bij het verlies. Maar, en ja... Scheiding is ook iets wat heel veel mensen meegemaakt hebben. En ja, daar gaat het een beetje over. Twee dingen, de blues is de inhoud en de blues is de vorm. De vorm is vrij strak. En daardoor heb je juist veel vrijheid. Hè, omdat je eigenlijk al van elkaar weet, nou, dit moet ongeveer de vorm zijn. En daarom, omdat je dat weet, kan je daar heel vrij op improviseren. Zelfs op het podium kan je gewoon elkaar aankijken. Denk, oh, we gaan die kant op. De inhoud is iets dat anders is dan... Een popsong kan ook leuke dingetjes zijn uit het leven. Maar de blues heeft altijd een soort van toon... over jezelf. En dat vind ik mooi. Wynton Marsalis zegt dus van... The blues, they sing about themselves. But you have to be free to sing about yourself. Roll.
Niet de Rolling Stones zijn mijn inspiratie, maar de Rolling Stones hadden dezelfde inspiratie als die ik toevallig had. Die platen, en dat zijn veel platen die uitgebracht zijn voor de Tweede Wereldoorlog. Allemaal akoestische blues, maar in wezen, of het nou Charlie Patton, Sunhouse of Robert Wilkins is, romantisch en heftig. Dat was mijn inspiratie. Toen ik voor het eerst het begrip van de flamenco, wat veel mensen misschien wel kennen, cantegondo, dat is de diepe zang. Dat vond ik zo'n fantastische uitdrukking. Dat ik dacht, ja, dat is wat ik eigenlijk ook wil, of wat ik probeer. En ook de gitaarsolo's zijn zo. De grote intensiteit, grote emotionele expressie, heel direct. Dat is voor mij een wezenskenmerk van de blues. En ook een soort rock'n'roll gevoel ook. Dat moet er ook in zitten.